Het scenario is dat de Grebbedijk langs de Rijn op doorbreken staat. En dat we de Slaperdijk dan kunnen gaan sluiten, waar we hierbij staan, bij de belangrijkste coupuren. Om tijd te kopen om met name het gebied tot Amersfoort op tijd te evacueren. Nou, zoals we hier staan bij deze stuw, is die absoluut niet afsluitbaar. En waren de mogelijkheden daartoe ook niet voorhanden. Toen hebben wij gekeken van nou, als we in onze calamiteitenplannen kijken, dan staat daar Defensie als organisatie waar we in noodgevallen een beroep op kunnen doen. We zijn hier met een klein deel van mijn brugpeloton en een groep van de duikers. We doen dit samen met waterschappen. Mocht er ooit echt hoogwater komen en we moeten dit snel kunnen sluiten, dan kunnen wij waterschappen hierbij helpen om hier de stuw snel te sluiten met de damwanden. Wij hebben Defensie gevraagd een aantal mogelijkheden aan te dragen waarop wij met simpele hulpmiddelen effectief en snel die doorgang door de dijk kunnen sluiten. De moeilijkheid nu is even omdat het nog nooit gedaan is. Dus we zijn nu damwanden horizontaal aan het laten zakken. En dat is nog niet veel vaker gedaan. U kunt begrijpen dat als het echt hoog water is, dan is het ook moeilijk om hier te komen. En zullen ook veel civiele bedrijven hier veel moeite mee hebben. Nou, ook omdat wij veel vlotmateriaal en brugmateriaal in eigen huis hebben, is het voor ons veel makkelijker om hier aanwezig te zijn en ook binnen de snelle responsietijd die benodigd is.